Et in secula secula.
is de zondag naar Pinksteren is de epistel genomen uit de brief van heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Broeders, zorg ervoor dat gij met alle omzichtigheid uw levenswandel inricht. Niet als onverstandigen, maar als wijze mensen die de tijd benutten, want het zijn kwade dagen. Wees daarom niet kortzichtig, maar toon begrip voor de wil van God. En bedrink u niet aan wijn, want daaruit volgt losbandigheid. Maar vervul u met de Heilige Geest en spreek onder elkaar in psalmen en lofgezangen en geestelijke liederen, terwijl gij de Heer lof zingt in uw harten. En breng zonder ophouden voor alles dank aan onze God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees aan elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Zover de woorden van het Epistel. En het Evangelie volgens de Evangelist Johannes. In die tijd was een zeker hofbeambte wiens zoon ziek lag te Kafarnaüm. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en verzocht hem om zijn zoon te komen genezen, want deze lag op sterven. Jezus nu sprak tot hem: als gij geen tekenen en wonderen ziet, gelooft gij niet. De hofbeambte zei tot hem: Heer, kom toch voordat mijn zoon sterft. Jezus sprak tot hem: ga heen, uw zoon is weer beter. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak en ging heen. Toen hij nu onderweg was, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem dat zijn zoon weer beter was. En hij vroeg hem dan naar het uur waarop de wetenschap was ingetreden. En ze antwoordden hem: gisteren in het zevende uur heeft de koorts hem verlaten. Toen bemerkte de vader dat dit juist het uur was waarop Jezus tot hem zeide: uw zoon is weer beter. En hij aanvaardde het geloof, hijzelf en geheel zijn huisgezin. Zo over de woorden van het Heilige Evangelie. De hoogmis wordt voor u allen opgedragen. Deze 20e zondag naar Pinksteren. We vieren vandaag ook trouwens het feest van Heilige Lucas, evangelist. En bidden wij in het bijzonder voor Rob Duits, onze oudste misdienaar, die het zwaar vervuren krijgt op dit moment. En bidden wij ook voor een neef van mij, Kevin de Beer, die in Utrecht in het Maxima ziekenhuis is opgenomen met een acute leukemie. Vandaag is de missie zondag en we houden dan een tweede collecte. En het is altijd leuk als we weten waarvoor we collecteren. En die collecte, die tweede collecte, is voor de kapel van de Heilige Hartstol, onze Heilige Hartstol, in Libreville, in Gabon, in Afrika. En dan kunt u er ook zeker van zijn dat het geld dat u geeft, dat het ook echt in Libreville, in Gabon, terecht komt. En u hebt gemerkt in de mis van vandaag, dus de 20e zondag, commemoreren we de mis voor de uitbreiding van het geloof. De propaganda via die mis wordt gecommemoreerd. En dan voor de nieuwe week zie ik als volgt uit. Aanstaande vrijdag spreken we over de 23e oktober om 7 uur 's avonds. Is dan de feest van de heilige Antonius Maria Claret en wissel en beleiden. En zaterdag 24 om 11 uur de heilige mis van de heilige aartsengel Rafael. En dan de vrijdag 25 oktober 10:30 de hoogmis voor het feest van Christus Koning. Dat is de laatste zondag van oktober. Ik denk dat er ook de klok weer veranderd wordt, denk ik, dat weekend. Ja. Dus dat is een uurtje bij, zo. Dat is een goede week, goed vooruitzien.
zijn met God vertrouwd gemaakt. Maar hiertoe was altijd zending nodig. De Vader zond de Zoon en de Zoon, onze verlosser, zond zijn apostel, de kerk. En zij maakt door bisschoppen en priesters Gods openbaring aan de mensen bekend. Zending, missie. Met die waarom is het ook weer nodig waar de openbaring niet meer gekend wordt, niet meer gekend is. Dus bij ons. Het is mooi dat onze priesterbroederschap Sint Pius X, die Monsignor de Verve heeft opgericht naar het voorbeeld van de missiegezelschappen, ook in armere landen voor de zielen werkzaam is. Zoals bijvoorbeeld in Gabon, in Afrika, waar door een enorme meer een grote katholieke gemeenschap is van traditionele christenen. Traditionele katholieken. En vandaag zullen wij dus collecteren voor die genoemde Heilige Hartschool in Libreville. Dus helpen wij de kinderen in Gabon. Maar vergeten we niet dat zending, missie, verkondiging opnieuw nodig is in het nu nog rijke Europa. Om ons heen. In ons land, gekerstend eens door het heilig wereld. Waar een nieuw heiligdom heerst. Met afgoderij. Met buitensporigheden van seksuele en gewelddadige aard. Waar opnieuw veelvuldig wordt gemoord. Waar veel mensen zich als heiligen laten tatoeëren en allerlei stukken metaal in hun lichaam laten plaatsen. Met die waar God niet gekend, bemind en gediend wordt, daar leidt de mens onder zijn geschonden natuur. Daar is hij uitgeleverd aan de duivel, die sinds zijn overwinning in het aardse paradijs Heer en Meester van de wereld werd en met sterke arm de nakomelingen van Adam onder zijn heerschappij kon weer te houden. En daarom zegt de heilige Paulus, trek de wapenrusting aan, de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listige aanvallen van de duivel. De apostel reikt de zielen de wapenrusting aan van waarheid, geloof, gerechtigheid en bereidwilligheid voor het evangelie van de vrede. Met die waarheid zijn er twee machten. Twee machten strijden om de zielen van de mensen. De macht van de liefde en de macht van de haat. De macht van de liefde is die van Jezus Christus. Hij kwam uit de hemel naar de aarde, om de zielen van de aarde te brengen naar de hemel en hun in zijn heerlijkheid te doen delen. De macht van de haat is die van Satan. Hij werd om zijn opstand uit de hemel verdreven en koelt zijn haat tegen God op de mensen. Om hun zielen met zich mee in het eeuwig verderf te storten. En tussen die twee machten, de liefde van Christus en de haat van de duivel, moet iedereen in dit leven partij kiezen. Jezus zelf, hij noemt de Satan de sterke. Hij zegt, wanneer de sterke in volle wapenrusting zijn erf bewaakt, dan is zijn haven in veiligheid. Wanneer één die sterker is dan hij hem overvalt en overwint, dan ontneemt hij hem zijn wapenrusting op en vertrouwt hem en verdeelt zijn buit. Die ene die sterker is dan Satan is Jezus Christus. God en mens. Zijn hogere macht heeft Satan eens erkend. Toen hij hem door de mond van een bezetene toeriep: wat heeft hij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt u gekomen om ons te verderven? Marcus hoofdstuk 1, vers 24.
inderdaad gekomen om de strijd tegen de macht van Satan aan te binden. Hem te overvallen en te overwinnen en de zielen te redden voor God. Het aanschijn van de aarde te hernieuwen. Daarom is dus missie geboden. Nog altijd. Missie is de goddelijke helsboodschap. Boodschap van vergevingsgezindheid en liefdadigheid. De kerk heeft altijd gezonden, gemissioneerd. En Gods tussenkomst is duidelijk zichtbaar in de wonderbare uitbreiding van de kerk over de wereld in de eerste eeuwen na Christus. Gods tussenkomst is duidelijk zichtbaar. Want de kerk breidt zich snel uit, ondanks prediking van kruis en zelfverloochening. Ondanks de hinderpalen, vervolging en wat de christenen verachten de afgoden. Zonder voldoende menselijke hulpmiddelen. Armoede. Daarentegen heeft Mohammed in de 7e eeuw door geweld en zingenot zijn leer verspreid. Met die waarde, de kerk heeft door een onuitputtelijke vruchtbaarheid zoveel zegen gebracht in de wereld. Alleen de duivel kan haar aanklager zijn. En dat doet hij ook. Hij wil de kerk totaal kapot hebben, misacht, ongehoord. Hij kan het slechts op grond van de helaas ook geregeld voorkomende ongelukkige verkeerdheid van de dienaar, de mens. Maar hij doet het. Hij verleidt de mensen en klaagt erom aan. Hij wil van die kerk iets overlaten. Maar Jezus heeft het gezegd, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hij is profeet. Hij ziet het komen, hij ziet het komen. Zullen haar niet overwogen, dus er zal een strijd zijn. We weten het zeker. Met die waren de kerk. Ze heeft opeens en met succes de heidense wereld beschaafd gemaakt. Toen de apostelen werden uitgezonden, lag de wereld ook in de diepste afgrond van de afgoderij, bijgeloof en zedelijke verwoording. Het recht van de sterkste God. Een mensenleven telde niet. Met en door de kerk werd de wereld hernieuwd. De verbetering van zegen bepaalde zich niet tot de persoonlijke heiliging, maar drong ook door tot het maatschappelijk leven. Bij de grote volkverhuizing in de 4e en 5e eeuw werd het West-Romeinse Rijk en de christelijke Romeinse beschaving door de stroom van de barbaarse volkeren verscholen. Maar de katholieke kerk begreep opnieuw haar roeping. Zij die de Grieks-Romeinse wereld tot het christendom had gebracht, doopte ook de barbaren en schonk hun met het geloof de ware beschaving. Dank de heilige Borges. Niet om hun leerlingen per se op te leiden tot het kloosterleven, maar tot de levensstaat van
gekeerd verplicht de vrouw meer respect. De eer en de waardigheid van de vrouw werd hersteld door het christelijke huwelijk. Vroeger, voor die tijd, elk ogenblik liep de vrouw gevaar te worden verstoten om plaats te maken voor anderen. Toen bij de Romeinen, onder keizer Augustus, ook de vrouw haar man verstoten mocht, werd de echtscheiding zo algemeen en veelvuldig dat sommige adellijke vrouwen, volgens de Seneca, hun jaren niet meer telden naar de regerende consuls, maar naar het getal van hun mannen. Paulus zegt aan Efeziërs hoofdstuk 5, vers 25: Gij mannen, heb uw vrouwen lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad. En dit en die waren het toonbeeld van het huwelijksleven in onderlinge harmonie en zuiverheid. En door de eis van de wederzijdse vrijwillige toestemming bij het huwelijk was de vrouw geen koopwaarde. Vooral de verering van Maria kwam de waardige bejegening van de vrouw tegen toe. Vrouwen met die waren hebben een belangrijke rol gespeeld in de uitbreiding van de kerk. Begin met de vrouwen uit de evangelie, maar hoeveel martelaressen zijn dit? En dan ook, naast martelaressen, andere geweldige sterke vrouwen, zo Monica, de moeder van Augustinus. Dat is toch het begin van de kerk. Clara, de maagdslavin Mathildus, die Gregorius VII ondersteunde. Catharina van Siena, die zorgde dat de paus terugging naar Rome. Zij zorgde. Onder de opdracht, maar zij deed. Therese van Avila, Madame Lacan, de medewerkster van Vincenzi da Paolo, enzovoort. En dat we het niet vergeten, wordt veel eerlijks gezegd over de kerk. Maar die waren de kinderen kregen meer kans te overleven. Onder het heiligdom was ook de toestand van de kinderen ellendig. Bij de gerieken bijvoorbeeld bestond het gebruik kinderen te vondeling te leggen. Ook werden kinderen aan de afgrond Kronos geofferd. En bij de Romeinen was het niet beter. Als Romeinse kinderen s'nachts bij de Argentijnse heuvel nog niet door wolven waren opgegeten, dan werden zij door mensen meegenomen en dikwijls voor laagstaande goden. De wet kende de vader het recht zijn kind te verkopen of te doven. En spoorde hem aan misvormde kinderen bij de weg te brengen. De kerk gaf aan het kind een christen vader en een christen moeder. En onder invloed van de kerk, vooral sinds keizer Constantijn, begon de burgerlijke wetgeving het kind te beschermen. We moeten het weten. Met die waren in de eerste tijden van het christendom, was er in de heidense wereld nog volop eigenlijke en onterende slavernij. Waarbij de slaaf geheel en al eigendom was van zijn meester. De heidenen beschouwden de arbeid als een schande. Men schatte het aantal slaven onder keizer Claudius op meer dan 100 miljoen tegen slechts 30 miljoen vrijen. De slaaf vond nergens bescherming. Slaven moesten bijvoorbeeld door een moorddadig zwaar gevecht het Romeinse volk verlaten. De kerk kon niet door revolutie de slaven tegen de meesters opzetten. Dat zou de maatschappelijke chaos hebben veroorzaakt. Maar door te leren, plicht van de naaste liefde en de oefening van vreugde en de ijverige bemoeiingen van de kerk, werd de slavernij en de marteling aangetast. Het lot van de slaven verbeterd en een aantal vrije arbeiders met de dag vernederd. De heilige paus Calixtus I, gestorven in 222, en we vierden hem onlangs 14 oktober
het slavensysteem op losse schoenen te staan. Paulus schrijft aan de Galaten hoofdstuk 3, vers 26 volgende. Allen zijn wij zonen van God door het geloof in Jezus Christus. Er is nog Jood, nog Griek, er is nog slaaf, nog vrije, want gij allen zijn één in Christus Jezus. En dan heeft de kerk zich ook ingezet voor de vrijkoop van slaven uit de Mormonaanse gevangenschap. Die waren een nieuwe herleving van de slavernij. Bij de christenvolken in de 16e eeuw was het gevolg van de ontdekking van Amerika. En dus geluksmoers, of mensen die zeer rijk van de woorden. De pausen, Paulus de derde, Urbanus de achtste, Benedictus de veertiende traden op voor de vrijheid van bijvoorbeeld de Indianen. En ik wil Afrika, wat de paters van de Heilige Geest hebben gedaan. En kardinaal de vierde. De kerk met die waarde heeft altijd ook de verpleging van de zieken en de verzorging van de armen gestimuleerd. Zij veroordeelde de luiheid en wees op de plicht van de arbeid en spaarzaamheid. Christelijke naastenliefde ligt in het wezen van de kerk. Kijkt u maar eens naar verzorgingshuizen, ziekenhuizen enzovoort. Wat daar mogelijk de, wanneer u het kunt vinden en de oorsprong is, gaat vaak terug op een kerkelijk stichting. Geloof me. Een beetje onderzoek, ik was echt verbaasd. Maar we mogen het niet vergeten. Weldoende ging hij rond, dat is Jezus. En dat lezen we in Handelingen, hoofdstuk 10, vers 38. Weldoende ging hij rond. Maar hierin ligt juist de reden waarom de vijanden van de kerk, de katholieke liefdadigheid, door een wettelijke of natuurlijke hebben willen verdringen. De kerk heeft zich in alle eeuwen de moeder, lerares en opvoedster van volken getoond. Die zij aan de hogere gaven van de hemel en aan de ware zegeningen van het aardse leven wil achterlaten. En we zien dat dit grootste werk nu systematisch is afgekomen of wordt afgekomen. Maar blijf mij hiervan getuigen. Anders doen wij de geschiedenis geweld. En helpen wij nu op ons beurt met die aan onze bijdrage vandaag aan Afrika, voor Afrika. En helpen wij door het bewaren van de christelijke waarden in ons land en ervoor te getuigen. We zijn allemaal op missie opgeroepen. We steunen de bijzonder Afrika, maar we doen ook iets met ons geloof, voor ons geloof. En tenslotte, in de Evangelie vinden we het kernpunt van de menselijke verbetering. Het is de vergevingsgezindheid. En laat dat ook de missie zijn onder elkaar. En laat dat onze missie zijn thuis. Thank you.
remembering all the good in our time.